Het is weer zaterdag. No stopping us now. Coca-Cola sponsort de Mega Top 50. Dit is Veronica, Mega Top 50. Ha! Hallo allemaal, hello there, van harte welkom. Jawel, dit is weer een nieuwe aflevering van de Mega Top 50, ofwel die MTV op Radio 3. Top 5 uur presenteert Veronica samen met De Tros de 50 best verkochte singles. En dat doen we in de juiste volgorde, oftewel we tellen zelf van 50 naar nummer 1. Wekelijks wordt de Mega Top 50 door bureau Intermarkt samengesteld. En dat doen we aan de verkoopgegevens van de Nederlandse plaathandel. En dat gebeurt weer onder auspiciën van Buma Stemra. En natuurlijk, behalve Nederland, is deze lijst ook iedere week te beluisteren op Radio ABC in Suriname. Dus ook allemaal in Suriname. Goedenavond. Hallo, welkom. 26 november 1994, tweede jaargang, aflevering 47. En vandaag hebben we te maken met 8 ex-Radio 3 megahits. 20 Nederlandse producties en daarvan zijn er 8 Nederlandstalig. 6 nieuwe binnenkomers in totaal. En de eerste daarvan die komen straks tegen nummer 47. Het is de nieuwe single van Corrie Konings. En die heet Barton Bijlen. Maar eerst gaan we even kijken naar de top 3 van vorige week. En dat was hem, de top 3 van vorige week, een Crea top 3 wel te verstaan, maar Marco van Tolle is erg druk bezig geweest. Op nummer 3 Pato Banton en nummer 2 Bon Jovi in Always. En op nummer 1 Marco Borsato en Dromen zijn bedrog. En misschien is er wel iets veranderd. Straks hoor je het om 16:15. Veronica, dit is Veronica, Mega Top 50. Maar deze week komen ze ook binnen op nummer 31 met Spin the Black Circle. En hier is hij dan, het eerste rustpuntje van de Mega Top 50. Op 32, vorige week 25, Black Hole Sun van Soundgarden. En je hoorde ze dus net als 5 nieuwe binnenkomen, wel op nummer 31 Pearl Jam met Spin the Black Circle. Veronica, de enige echte lijst, Mega Top 50. Dit is de hoogste nieuwe binnenkomer.